Bonaire maakt zich op voor een nieuwe dag, maar deze week is er iets geks aan de hand. Niets doet denken aan de verkiezingen van morgen. Of het moet een handvol verdwaalde posters zijn van een partij die niemand hier kent. Gaat u stemmen? Met een pensaar die wij voten. Maar is hij dat dependent? Nee, ik ga niet stemmen. Arthur Sili stemt wel en wil dat iedereen gaat stemmen. Hij lijkt de enige op het eiland, maar dat maakt hem niets uit. We zijn een bijzondere gemeente en wij hebben veel hulp van Nederland nodig. En er zijn bepaalde taken van Bonaire, die worden door Nederland gedaan. Dus wij moeten ook duidelijk zeggen van kijk, we zijn er blij mee of we willen dat uitbreiden. En dan moet je je stem laten horen. Maar op wie moet je dan stemmen? De Boniaan kent de Nederlandse politici niet zo goed. Daarom is het vertrouwen niet eigenlijk gebaseerd op kennis en op ideeën van de Nederlandse politici. En maakt het voor Bonaire uit wie er aan de macht is in Nederland? De begrippen rechts en links, dat is niet zo bekend hier. Hier is de politiek gebaseerd op personen. Maar wie mag ik en wie mag ik niet? Dus het gaat niet om de ideologieën. Een dilemma waardoor de kiezer thuis blijft. Hier geen problemen met stikstof of immigratie, toch is er ook een overlap met Nederland. Dat probleem van armoede, dat probleem van woningbouw, dat probleem van klimaat hebben jullie ook in Nederland, dat hebben wij ook. Wij willen dan ook meedenken, dan willen wij ook een oplossing voorzien te zoeken, gezamenlijk.